andere munitie op grotere afstand nog nauwkeuriger schieten. Wat mij opvalt is dat het is een heel groot onderstel. En dat is natuurlijk hetzelfde onderstel dat ongewijzigd soort wat de A5 en A6 natuurlijk ook heeft. Alleen de koepel hebben ze gemodificeerd en een langere schietbuis heb ik begrepen. Dus, maar hij steekt een heel stuk uit naar achteren. Ik zie naarmate de tijd verstrijkt dat koepels van tanks alleen maar groter worden. Hoe komt dat? Wat zit er eigenlijk? Nou, ten eerste heeft de koepel van de Leopard 2, zoals u zo ziet.